Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video, jongens. We zijn op dit moment op een nieuwe markt in Polen, waar we altijd vroeger ook waren. Als jullie daar even kijken, dan zit daar ook al een winkel met vuurwerk. Wij gaan op zoek naar het zwaarste vuurwerk wat op deze markt te koop is. Vroeger hebben we hier echt het ziekste vuurwerk gezien. Waaronder natuurlijk die Crazy Frogs, Shells, lawinepijlen. Er lagen gewoon in dozen hier op de markt. Kijk hoeveel ze hebben. We gaan nu even op zoek, jongens, naar de beste winkel hier. En we zijn al door twee winkels uitgenodigd. Om naar café te rijden. We gaan nu even op zoek naar Pyro Power. En ik heb wel het gevoel dat hier niet cobra's te zien zijn. Zoals ze bij de andere markt wel te zien waren. Cobra's. En zo ziet de markt er dan uit. Dan heb je daar de Mac. Daarachter de grens. Ja, jongens, we zijn hier bij Pyro Power. Mooie winkel. Dit is mijn favoriet. Dit is F3. Ja, F3 knallers. F3 voor triplex. Dit is Polen firma. Ja. En dit is very cheaper. Dit kost 6 euro en 7 euro. 6, 7 euro, jongens. Dit is PS2 van Funke. Dit is 3. Same product. Okay. Only different pack. Dit is 7,5. Oh. 6 euro en 7 euro. Okay. En dan this and this is favorite because good price, cheaper and yeah. Very nice quality. Okay. When something bigger. This P1? Yes, this category P1, you can this to go to the Netherlands, to the Deutschland. Yeah. You have 2 gram pro one pieces. Yeah. But this is very nice quality because look. Is that the hardest, loudest petard you have now? Yes, it's one of the best. Okay. So because I have C4. This is very nice stuff. But look, I open for you one. This plastic. Oh yeah, plastic. Yes, the it's same. More safe. Yes, yes. More safe. On this is more safe and this loud stuff. Yeah. This same product with Cobra 6, with Doom Boom 5. All this is hard, Bella. Produced with this plastic. Oh, not with this because it's made loud explosion. Oh, best, yeah, best yeah. Stuff. And this what we are looking first, the same with this is plastic decal. Yes. And this is best stuff. It's safer. And yes. This one is like beton. And yes. This is it's very dangerous for your eyes, right? This too. This yeah. Too, yes. So, jongens, als deze knalt, kijk er nooit naartoe. Want als deze in je oog schiet, ben je echt de shaak. Yes. Maar ze hebben dus wel een soort van P1 wat nu op dit moment het beste is van de markt. En bij hem bij Pyro Power. En dat is wel aan te raden. En you have a lot of Zena, hè? Not too much I have, yes. Not much. Far different. Last yes. So. Yes, this is in Poland is not too popular. Not popular, okay. Yes. It's more for the Netherlands. Yes, but we have here Poland, Bella. Yeah. From Poland. Yeah, here, better. I have something to look, new stuff on. Poland firma Zoom Boom bigger pack, very heavy. You have here I tell now 5 gram pro one pieces. True. But this is with 2 gram loud set with this because this you have BKS. Yeah. As this is Schwarzpulver. Oh yeah. Yes. Yeah. This is made only good blitz effect. Yeah. But yeah. Not too loud. You can have yes. That. And look, this is. Maybe 200 gram pack, this is white, maybe. Well, yes. This is harder. Yes, yeah. Yes. So yeah. And now, this is, I have, look, yeah, with 7 gram. But this is... Hebben die nooit gehad? This is only bigger, but quality, this is not good. It's like black yes. Powder. Black powder, yes. And this is heavy, this is bigger, but not too loud. And the time of the best products are done in Poland, right? The Cobras, yes. Cobra Zek. Yes, but a lot of people from the Netherlands are asking, do you sell, still have yes, in my profile I have many questions, people yeah. From Netherlands questions. But it's done. Yes. Ja, dan. Jullie horen het, jongens, maar we zagen dus bijvoorbeeld wel op verschillende plekken toch nog cobra's, maar je weet het is gewoon gevaarlijk. Daarom laat hij ons hier ook gewoon filmen, een mooie film maken, omdat het hier, alles wat hier staat is legaal. En in de Netherlands we have also an orange version. Yes, you know? I have two heaven, but now on this is later come this is orange. Okay. But orange this is only scream,
wrote this screen with Bent, yeah. Yes. Yes. Nice. Here I have a battery with big caliber, 40 millimeters. Yeah. Yeah, new. I have 1 or 2 days. That's new for. That's nice. I saw it on your Instagram. Huh? Yes. Yes. That one. Kijk daar jongens, 50 mm. Eigenlijk een beetje hetzelfde als die schoen die daar ook staat, die we ook hebben gehad. Mooi, mooi zwaar blokje. En what is it like with the, some people are saying when you shoot fireworks in Poland it's legal or some is there a rule? We have rules, this is illegal, this is forbidden, but we are haven't no control. Funke also, right? Yes, it's made Funke. Okay. Mooie designs, die kennen we allemaal natuurlijk. Je ziet wel dat voornamelijk dit soort producten wel echt hier in Polen te zien zijn. Veel shops hebben ja, deze producten wel. Funke, Iskra, Argento, allemaal wel een beetje in dezelfde lijn. Eerlijk is eerlijk, het zijn mooie producten. Het is wel heel erg verschillend met Tsjechië. Want in Tsjechië waren we ook in Potoki, daar zie je natuurlijk hele andere producten. Hier is het wel echt voornamelijk de Poolse merken die je terugziet. Look, and here I have many stuff I have with special price for my followers. Oh, yeah. Normal price I have here 889, but if you following mine, yes, YouTube Instagram, or yeah. Instagram, yes, I made difference, cheaper price. Het is een mooie winkel, moet ik eerlijk zeggen. En echt chill dat we hier gewoon alles mogen filmen, even de topproducten doornemen. En dan hebben jullie ook gelijk een beeld van wat je aan deze kant van de markt zoal kan kopen, want dit is een beetje overal wel hetzelfde. Kijk, hier hebben we ook nog wel mooie boxen staan. Zo ja, dit is de bigger yes. Stuff, right? This is not all, because 4 next kilo. Week come more. Same bigger with this, with 300, 400 shots. Now very good stuff I have from Classic. Czechish firma, look, this 400 shots, 5 minutes. Very nice stuff. This is, oh yeah, look, this Neverending Sky. Neverending Sky, Classic, on this is F2, this is very big, but you have in this one box, you have four battery, yeah. Yes, and can you, without problem, go to the Deutschland with this stuff. Nice, and here the granaten jongens, waar we yes, this new stuff. Camera had net, man had net over had. Is it bang? Yes, yes. Unieke producten, hè? Ja. Die hebben we nooit gezien. Hij heeft ook merchandise hier, jongens. Kan je ook halen. Yes, I have here stickers for my clients. Different. This can you make for free. Nice. Ja, al met al, jongens, een hele mooie shop. En jullie zien het al, het is een soort van Funke. Argento natuurlijk. Classic. Dat zijn de meeste producten die ze wel zo al wel hebben. Pijlen ook. Nu hebben ze allemaal in manden neergezet. Eigenlijk is het wel grappig om te zien, want we zien op verschillende winkels natuurlijk hetzelfde terugkomen. En nu heb ik jullie alles kunnen laten zien. We waren natuurlijk ook al in die op die andere plek. En daar hebben we de gekste producten gezien. Zwaarder geschud. Maar hier, wat hij net liet zien, wilden jullie in een andere video gezien dat we die stookten. Waren die rode Crazy Robots van Triplex. En die waren echt hard. En we hadden die ook trouwens, weet je nog? Killer Boodle. Mooie shop aan de kant van de weg. En ondanks het warme weer, gewoon open dus. Op dit moment zitten we weer in de auto. We zijn even op de markt geweest dus van Hooijemoets, is dat toch? Klopt. Of is dat Ossinodoni, één van de twee? Volgens mij is het gewoon hetzelfde. Ja, we waren daar in ieder geval vroeger heel vaak. Pyro Power is een mooie winkel en eigenlijk heb je allemaal soort Pyro Powers op de markt. Allemaal hetzelfde assortiment van Funke, Argento, Classic, dat soort dingen. Het is zeker nog wel de moeite waard, alleen zoals het vroeger is, dat is daar op die markt in ieder geval een beetje klaar. Op die andere markt van de video die jullie al hebben gezien, daar is nog wel F4 te vinden. En ik denk dat als je op deze markt doorvraagt dat het echt wel ook naar voren komt. Maar hebben wij in ieder geval niet naar gevraagd hier. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden, jongens. Thanks voor het kijken. Vergeet niet te liken, vergeet niet te abonneren. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Later.